Wat is uw naam? Mijn naam is Inge. Oké. Uw woonplaats? Heemskerk. Ezel. Ja, ja, ik ben een echte ezel. Ik ook. Geboortedatum? 13 juli 1964. Hmm. Lengte? Nou, plus minus 1,73. Oké. Kleur ogen? Blauw. Schoenmaat? 41. School, werk? Nou, huishoudschool. Ja. En ik werkte bij een zorgorganisatie. En ik wil nu voor mezelf beginnen. Tel me, en wat voor werk wilt u dan gaan doen? Ik doe meer als huishoudelijk werk alleen. Het kan ook grasmaaien zijn. En als mensen andere dingen hebben van wat nodig is of wat ze graag willen, dan doe ik dat. En het is dus wel, dat heet tegenwoordig persoonlijke begeleiding en verzorging. Oké. Okay. Ik doe het in Heemskerk, Beverwijk, Velsen-Noord, Amuiden, Driehuis, Zandvoort-Noord en een gedeelte Haarlem. En dat kan dan allemaal, je hebt dan drie mogelijkheden als je dan bij mensen gaat werken met PGB, WMO. En het kan natuurlijk particulier, maar daar kunnen ze dan een afspraak voor maken. Okay. Dan kom ik bij de mensen thuis en ik doe het werk zelf. En ik wil gewoon zeg maar, kijk, want de zorgorganisatie, die vraagt dan meestal het maximale. Ja. Maar ik vraag via de WMO kan het dan wat, via de WMO is het dan €19 in de maand. Oh ja. En als je het via de gemeente gaat, dan moet het voor de gemeente ook niet zo duur te zijn. Want ik vraag natuurlijk veel minder dan een organisatie vraagt. Precies, nou dat maakt het voor de mensen inderdaad aantrekkelijk om u in dienst te nemen als een willekeurige andere organisatie. Maar ik wil het ook echt voor de mensen zijn. Ja. Ik doe het niet voor het grote geld. Nee, precies, ik begrijp het. Dus, ja. Oh, dat is hartstikke mooi. Ja. Hobby's. Hobby's. Op zich deed ik handwerken wel heel graag en in de tuin werken vind ik leuk. Okay. En met mensen in gesprek, als je dan bij oude mensen thuis bent, die zijn veel alleen. En die willen een beetje gezelligheid. Ja, als je iemand willen met, ik doe ook boodschappen, maar als de mensen gewoon samen boodschappen willen doen, dan kan dat ook. Alles is bespreekbaar, zeg maar. Ja, oké. Okay. Broers, zussen? Ik heb één broer en een jonge zusje. Oké. Okay. Huisdieren? Nee. Mijn vader had vroeger wel duiven. Ik heb dan wel eens ook wel in de duiven zelf schoongemaakt. Ja. Maar dat is al jaren. Ah ja. Piercing? Piercing? Ja? Nee, dat heb ik niet. Oké, en een tattoo? Nee. Ook nee, niet? Nee. Oké. Uw vakantieland? Mijn vakantieland? Ja, ik heb niet echt een vakantieland. Het is gewoon Nederland eigenlijk. De laatste keer dat ik in het buitenland was, is een paar jaar terug, ging ik naar André Rieu in Wenen. Dat was hartstikke leuk. Oh, dat is magnifiek. Hartstikke leuk. Echt een aanrader om hem een keer te zien. Naar het prater? Of ik een prater ben? Nee. Naar het prater. Dat is thuis. Daar ben ik ook geweest. Ja. Ja, ik heb een vriend daar wonen, dus zodoende. Oh, okay. En die wist precies de plekjes. Ja, dat is dan zo'n grote reuzenrad, zeg maar, in de vorm van caravans. Klopt inderdaad. Ja. Ja. Nou, ook die hele kermis die erbij zit. Ja. Ja. Lievelingskleur. Groen. Okay. Ja, de natuur, hè, dat geeft rust ook. Vind ik, en juist de bloemetjes met heel veel kleur en zoveel bloemetjes anders en dat het zo, de ene met een ribbel en de andere niet. En, met duizend schone. Ja. Die meneer die staat er ook al op. Lievelingsdrank? Drank? Vruchtensap eigenlijk wel. Oh ja. Wat vind je het mooiste aan jezelf? Aan mezelf? Wat zal ik zeggen? ik weet het eigenlijk niet. Dat geeft niet. Er zijn er meerdere die het niet weten.
Welk vak doe of deed je graag op school? Op school? Ja, praktijk ook wel. Oh ja. Ja. Welke schoenen draag je het liefst? Nou, gewoon wel platte schoenen en geen naaldhakken. Oh ja. Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Wat ben je? Gebruik ik vaak. Ja, dat zou ik zo niet weten. Oké. Okay. Het meest romantische wat je ooit is overkomen? Het meest romantische? Moet toch gebeuren? Ja, dat weet ik zo niet. Oh, oké. Het meest beschamende moment van je leven? Beschamend moment? Nou ja, die wil ik dan het liefst eigenlijk zo gauw mogelijk vergeten, maar ik zou zo we noemen niet hem dan maar niet. Ja. Oké. Okay. Ben je een buiten- of een binnenpersoon? Ja, op zich maakt het me niet uit. Ik kan me ook best wel vrij lang binnen vertoeven, maar, ja. Ja, maar het moet bij mij eerder een doel zijn om eruit te moeten, zeg maar. Ja. Ja, ik ga niet doelloos op straat rondlopen of rondfietsen, dat vind ik niks. Okay. Ja, je moet wel een doel hebben. Ja, precies. Ben je tevreden met je huis? Ja, wel hoor. Oké. Okay. Ja. Wat vind je het leukst aan je buurt? Aan mijn buurt? Ik heb weinig contact. Ik woon dan in de flat en daar wonen mensen, ja, daar wil je eigenlijk niet zo graag contact mee hebben. Ja. En dus, Nee. Hm. Wat doe je in het weekend? In het weekend? Nou ja, normaal probeerden we altijd een beetje weg te gaan, maar ja, door de corona is het allemaal een stuk moeilijker. Ja, dat is waar. Dus, ja. Je ontbijt? Mijn ontbijt, dat is meestal brood met vleeswaren en koffie. Daar begin ik altijd mee. Oké. Okay. Wat eet je absoluut niet graag? Salades. Oké. Okay. Vind ik helemaal niks, nee. Ah. Wat kan je niet tegen? Kietelen. Het beste gevoel ter wereld. Het beste gevoel? Ja. Ik weet niet of dat als voorbeeld mag maken met die twee zangers van die Nick en Simon. Van dat ze evengoed Paul Simon via e-mail hebben kunnen zien. Heb je dat niet gezien? Nee, ik heb geen tv thuis. Oh nee. Ja. Nou, ze hadden een programma en ze zongen dan Simon en Kavold liedjes. Ja. En ze wouden die mensen ook ontmoeten, echt ontmoeten. Ze waren dan ook in Amerika. Ja. En ze hebben ook wel een paar keer gebeld naar die zangers, maar ze kregen ze nooit te pakken. Maar ze zijn wel heel veel te weten gekomen over ze. En dat ze dan eenmaal terug waren, ze waren dan in Brielen aan het optreden. En een broer van die Simon & Garfunkel of die ander, die was daar toevallig in Brielen en die had een videootje gemaakt. En dat was gewoon op die manier per e-mail een complete verrassing dat ze dus Simon zagen, weet je wel, ja. Die een Amerikaanse zanger. Ja. En gewoon het moment van dat het cirkeltje dan uiteindelijk rond is, van het is het grote ongeloof, weet je wel, dan krijg je tranen van in je ogen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ja, in principe wil iedereen dat, denk ik. Dat is dan een gevoel. Ik ken het me dan wel indenken van, weet je wel, van... dat het onmogelijke dan mogelijk is geworden. Ja, precies. Zo, ja, inderdaad. Ja, dus, dat dus, is mooi, ja. Ja. Dus. Wat was je eerste gedachte toen je vanmorgen opstond? Ik ben dan flyers aan het ronddelen om mensen binnen te halen van waar ik dan hopelijk aan het werk kan gaan. Oké. Dus, het is mooi weer, het is hier lekker druk. Ja, zeker. Dus, daar zit ik er ook voor. Ja. Ja. Waar ben je het meest dankbaar voor? Dat ik toch wel weer iemand heb gevonden waar ik samen mee leven kan. Oké, dat is mooi. Ja. Over welk onderwerp praat je het liefst? Het liefst? Op zich wil ik over alles praten. Ik kan op zich heel erg open zijn. En,
ja, dat ja, het maakt me eigenlijk niet uit. Oké. Ja. Wanneer heb je keihard moeten lachen? Nee, weet ik zo niet. Ah, oké. Okay. Ja. Wat is je favoriete moment van de dag? Nou, als je weer lekker warm eten op tafel komt. Kijk, ja. Waar kan je wakker van liggen? Ja, dat als het niet goed gaat, kan je wakker van liggen. Ja, dat kan van alles zijn. Ja. Ja. Wat is het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Compliment. Ja, ik krijg niet zo graag complimentjes. Maar misschien in de toekomst. Misschien in de toekomst voor het werk wat u gaat doen. Ja, nou daar krijg ik wel altijd goede reacties op. Okay. Van klantjes die ik dan 18 jaar gehad heb. Dat, ja. Ik heb nooit geen problemen met de mensen waar ik ben geweest. Nou, dat is ook goede reclame. Ja, dat op zich, ik kan het bij heel veel mensen kan ik het goed vinden. En die zeggen dan wel eens van nou, blij dat je weer geweest bent. En nou, tot de volgende week, weet je wel. Ja, nou, dat is belangrijk. Ja. Hoi. Ja. Waar zou je nog eens graag naartoe op vakantie willen gaan? Vakantie. Nou, als ik in een ander land andere regio kan zien spelen, vind ik dat ook wel goed. Ja, ik heb hem in Maastricht gezien. Ja, zou ik ook leuk vinden in Maastricht. Dat is echt zo geweldig, zit hij op zoals plek. Die band. Ja, en ja. Iedereen is ook blij en je ziet vele mensen uit andere landen, je hoort dan vele talen. Ja, hij is internationaal bekend. Ja. Wat zou je in het komende jaar doen als geld geen rol speelt? Als het geld geen rol speelt? Nou, ik zou wel evengoed willen blijven werken. Al is het dan maar alleen de ochtendjes of zo. Hè? Maar ik zoek naar de ochtendjes en de middag. Als geld geen rol speelt. Een cruise of zo? Eh? Een cruise of zo? Cruise, dat heb ik ook wel ooit eens gedaan. Ja, ik op zich wil ik heus wel mensen helpen die het wel slecht hebben. Maar kijk, van goede doelen geven, daar heb ik altijd iets van. Dat blijft wat aan de strijkstok hangen. Dat komt dat altijd weet ik. Bij de verkeerde mensen. Ja, dat is altijd dus, zo. Ja, dat is één grote criminele bende. Ja. Oké, als je 15 seconden lang de aandacht zou hebben van de hele wereld, wat zou je dan doen of zeggen? Dan zou ik willen zeggen, zeker in deze tijd, het is niet dat ik tegen vrijwilligers ben, maar laat je niet zo gebruiken van door iedereen maar gratis te helpen. Hè? Want het is gewoon het betaalde werk aan de kant zetten. Ja. En nou met die corona, hè, en dat als je op vrijwilligers gaat, dan worden ze de hemel ingeprezen. Ja. En aan de ene kant wel goed, maar tegelijkertijd wel even die van de lucht. Ik moet ook mijn huur betalen en precies. Ik moet ook gas, licht en water betalen. Ja. En als we dan gewoon eigenlijk afspreken met z'n allen van doe geen vrijwilligerswerk meer, dan wordt het werk ook gewoon beter betaald. Ja, dat is waar. Ja, en ik vind ook, iedereen moet je in zijn waarde laten met wat hij kan. We kunnen niet allemaal professor worden. En doe het gewoon niet iedere keer voor niks. Want dat vind ik zo jammer. Ik denk, als we dat doen, en zeker in die coronatijd, dan kan de wereld er denk ik heel veel beter uitzien. Ben ik helemaal met u eens. Ja. Ja, zeker weten. En ook met dat vrijwilligerswerk. Echt. Toppie. Ja. Vind ik heel goed dat u dat zegt. Ja. Ja. Wat ga je dit jaar doen dat niemand van je verwacht? Dat ik dan al voor mezelf ben begonnen, dat de mensen die mij kennen, die hadden dat nooit van mij gedacht. Oké. Okay. Dus dat is dan wel, dat hoop ik waar te maken. En dan de laatste vraag. Gelooft u? U bedoelt in God en zo? Ja. Nee. Oké. Nou, dat waren ze.